Bij mij, vrienden, draait het gewoon altijd om het eindresultaat. Daar gaat het om. Ik wil niet aankomen met excuses. Ja, het is niet gelukt, het ging niet door. Ik kreeg iemand niet te pakken. Weet ik veel. Niks mee te maken. Het gaat om het eindresultaat. Altijd. Als ik ziek was, tijdens mijn periode op tv, deed niet de zaken. Al moesten ze me van bed halen, ze zetten mij voor de camera, ze trokken me mijn regenjas aan en hup, en ze sturen me weer terug naar bed. Het maakte niet uit, het programma ging voor en moest altijd doorgaan en daar draait het om. Het eindresultaat. En dat zijn ze vergeten in Den Haag. Dat zie je nu met dat landbouwakkoord. Ja, wat... Nu geven ze de boeren de schuld. Iedereen is bezig om heel voorzichtig de boeren de schuld te geven van dat het geklapt is. Ja, en ik denk alleen maar bij mezelf. Als jij nou in het kabinet zit, of jij bent die minister, die Adema, ja. En er moet maar één ding gebeuren. Jij moet dat akkoord sluiten. Hoe doet niet ter zake? Dan ga ik weer, eindresultaat. Maak gewoon dat akkoord. Klaar. En dan komt zo'n man vertellen na afloop. Ja, we waren er voor 95% uit. Hoe kun je dat dan laten klappen? Als je er voor 95% ben je er. Dus dan is het nog maar eventjes. En geef een beetje toe. En weet ik veel wat. En desnoods, dan bel je die Jacques. Van die LTO, en dan ga je even lekker naar zijn huis toe. Ga je even babbelen, neem je een leuk cadeautje mee. Lekker luggie voor zijn vriendin. Weet ik veel, maar hoe dan ook, die laatste 5% die druk je over de finish heen. Klaar. En dan heb je dat akkoord binnen. Nee, dat doen we niet. We blijven maar zeuren over die koeien, hoeveel koeien in een weiland. En daarvan wisten ze al, dat vinden ze niet leuk, die boeren. Nee, daar hebben ze geen zin in. En maar toch blijven duwen. Ja, nee, zoveel koeien per weiland en nog een keer en nog een keer. En die boeren die vertrouwden het kabinet al niet. En nou dan, wat krijgen we nu weer? Trekkers op de weg. Ja, nou dan heb je het goed gedaan. Nee, jij moet zorgen als kabinet dat je een akkoord krijgt, want dat is dus belangrijk. En twee, dat het lekker rustig blijft een beetje in het land. Ook niet gelukt, nee. Want wat krijgen we nu weer de komende tijd? Ja hoor, het wordt weer een puinhoop.